Hey lieve mensen, welkom terug bij dit kanaal. Mijn naam is Senneke en Genoa die is momenteel op school. Hij wordt zo opgehaald, het is trouwens woensdag. En hij wordt dus zo opgehaald door zijn vader. Ik heb nog het een en ander om te doen, dus ik haal hem daar op. Vandaag staat er op de planning een fotoshoot, want Genoa die heeft een fotoshoot staan voor in een magazine. Hij had vorige week een interview, zijn allereerste interview. Hij had dat hartstikke goed gedaan. Ik ben echt zo trots op hem. Bij dat stukje tekst komt er dus een leuke foto te staan. De foto gaan ze buiten maken. Het is best wel slecht weer. Het is koud en het regent keihard. Het wind waait. Oh my god. Ik hoop dat dit goed gaat doen. Hij is echt een koukleun, net als mij. En we gaan het even zien. Ik neem jullie gezellig mee. Dus ik zie jullie straks weer. Noah, wat ga je nu doen? Kan je even vertellen? Waar is die foto voor? Yeah. Nee, maar waar is die foto voor? Voor een magazine! Kom maar, daarna gaan we dus echt beginnen. De kleren zien er ook wat warmer uit. Dus ja, zeker. Dat komt helemaal goed. Oké, let's go. You got this, Genoa. Die hele koude foto naar je moeder. Ja. Nou jongens, we zijn even bij de dinner. Genoa heeft de fotoshoot gehad en hij heeft het hartstikke goed gedaan. Toch, Noah? Ja. Maar dat is wel een beetje koud, hè? Ja. En hij heeft nu gewoon mijn handschoen aan, want het is zo koud. Hè? En hij heeft dus 2 frikandelbroodjes verdiend. Ja. Let's go. Maar dat werkt niet echt, Noah. Je moet je handschoenen uitdoen of met een andere hand. Ja. Klein broodje. 2 frikandelbroodjes. Goed zo. En afrekenen. Wat doe je allemaal? Ben je door de war? Yes. Nou, we gaan nu weer richting huis. De fotoshoot hebben wij gedaan. Nou ja, Genoa heeft het echt hartstikke goed gedaan. Het was wel echt koud. Ja. Ik zag hem echt een beetje struggelen toen, toen de fotograaf even de belichting goed moest doen. Dus dat moesten ze even testen. En dat... Ik zag Genoa echt een beetje creperen daar van de kou. Maar hij heeft het toch goed gedaan, mijn grote jongen. I'm so proud of him. Yay! En Genoa, hoe vond je het dat al die jongens zo voorbij liepen? Zeiden, jij je bent toch van TikTok, Genoa? Ik keek niet. Oh. Ik dacht ze wel lopen, maar ze zijn niet luisteren. Oh. Nou, zie je? Genoa kan het gewoon hartstikke goed blokkeren. En hij hoort het gewoon niet. Wat zei je nou, Noah? Dacht je ook dat die foto's aan de maken? Ja, zie je, Genoa is gewoon echt gefocust op wat hij moet doen. Als er mensen allemaal roepen van, hey, wat op een TikTok. Ja, dat. Hij kan het gewoon heel goed uitzetten allemaal. Op school gebeurt het echt elke dag, dus dan zeg ik soms wel, ga weg. Echt? Ja. Maar jongens van groep 8 komen echt bijna elke dag naar mij toe. Dat zegt ze. En dan komen ze met een groepje. Ja, jij bent toch die jongen van TikTok? TikTok, hey, fuck aan YouTube wel zijn. Dat is wel de hele tijd. En het is. En we zijn er. Nou, ik ga even lekker op de bank liggen met mijn laptop. De bestanden van gisteren, de challenge, versturen naar de editor. En een beetje bank hangen. Ik heb mijn salade die ik al had voorbereid. Dat is trouwens echt een heel goed ding, want anders had ik alweer een broodje of een pizza stukje. In ieder geval iets ongezonds gehaald. En we hebben dus nu gewoon lekker salade, water. Genoa was even een YouTube filmpje aan het kijken. En ik heb lekker mijn laptop hier. Eventjes wat bestanden versturen, mailtjes beantwoorden. En als het goed is, komt er zo'n pakketje aan. Die wil ik heel graag met jullie uitpakken, samen met Genoa.
really, Genoa? Are you serious? Jongen, jongen. Nou, we gaan hem even openmaken. Welke kleur is het? Wit. Nee. Openmaken, dat is in. Really, Noah? Oké. Weet je, het is een hele workout dit. Gaat iemand zelf opblazen? Zit je aan de zijkant? Gaat iemand zelf opblazen? Nee, maar het is zeg maar gewoon vacuum. En dan gaat hij zo meteen zeg maar, niet zeg maar opblazen, maar... Het heeft nu een bepaalde zakje. Really, Noah? Kom op. Wat rustig iedereen. Ciao. Genoa, lieve, maak zich weer met iets heel simpels. Welkom iedereen. Dit is mijn huis, iedereen. En dit is allemaal moeder zijn. Hi, welkom weer bij een nieuwe dag. De vlog van gisteren heb ik helaas niet af kunnen sluiten, omdat mijn batterij helaas leeg was. We hebben de doos kunnen uitpakken. Vandaag is Genoa de speelbank aan het uitproberen. Hij heeft een vriendje vandaag over de vloer, Ciara, die is komen spelen. We hebben dus de Funzie bank mogen ontvangen. Dat is namelijk een sponsoring. By the way, dankjewel Funzie voor het sponsoren van deze video. Wij hebben dus een hele leuke speelbank gekregen waar je gewoon van alles mee kan doen. Je kan erop chillen, je kan er mee bouwen, je kan hutjes bouwen, huisjes bouwen, een fort. Genoa gaat het straks allemaal laten zien en hij gaat hem ook meteen raten van welk cijfer hij dus de speelbank gegeven. Wil jij zelf ook zo'n speelbank? Nou, dan heb ik 8% korting voor jou als je mijn kortingscode gebruikt. Hoe leuk is dat? Ik ga jullie nu eventjes laten zien wat de jongens tot nu toe hebben gedaan met de bank. En daarna gaan de jongens nog even pizza's maken en nog eventjes gamen. En dan gaan wij lekker verder genieten van ons weekend. Laat los? Nee. Yes! Hebben we hem. Heb je hem? Ja. Nou, dit is dus een Funzie speelbank. Met deze speelbank kan je verschillende dingen bouwen. Nou, kijk eens. Oh, als jullie het kunnen zien. Nou, ze hebben dus nu dit gemaakt. En ja, dit zijn gewoon de vormpjes. En dat kan dus gewoon allemaal met zo'n makkelijke, leuke speelbank. Je hebt ze in verschillende kleuren. Maar ook qua stof en afmeting. Ik heb de beige teddy coat. Nou, het blijft dus niet heel lang goed om te zien. Wat ga je er nu maken? De couch potato. Couch potato. Nou, laten we de naam nog uit mijn hoofd, want u deed de vongels uitgegaan. Even kijken hoe dat eruit ziet. Ze gaan dus nu de couch potato maken. Wat is dus de couch potato? En is hij goed nu? Ja. Hij is goed. Als de Jaro ligt er eens even naast, want je normaal dat het ligt weer zomaar breed. Ja! Deze bank is echt leuk. Ik vind het echt fijn en je kan er alles van maken wat je eigenlijk wilt. Het is wel echt leuk en ik raad je wel aan om het te kopen. Oké, Noe. Peace. Ciara heeft last van een losse tand, dus het happen, bijten van zo'n pizza is niet zo fijn. Aan de andere kant. big brain. Oeh, weet je wat je anders kan doen? Het aan een touwtje vastzetten en dan aan de deur. Nee, dat durfde ik nooit. Maar jij ging het gewoon zelf eruit trekken, dat durfde ik zelf ook niet. Dat vind ik echt knap. Ja, nee, niet aan de andere kant. Ik deed een beetje een soort van. Ik deed dit zodat het een beetje los zou gaan. Nou, de jongens gaan nu even verder eten.
Ja. Nou jongens, jullie hebben het gehoord. De jongens zijn hartstikke enthousiast over de speelbank. En ze hebben lekker pizza's gegeten. Ik heb het helaas niet gefilmd hoe ze deze pizza's hebben gemaakt. Want ja, ik ben gewoon heel erg moe. Het is een lange dag. En ik ga bij deze ook meteen de vlog afsluiten voor vandaag. Vergeet niet deze video te liken en te commenten wat je van deze video vindt. Of wat je van de bank vindt, by the way. Of van de fotoshoot, of van de foto's zelfs die Genoa heeft gemaakt. Ik lees het graag in de comments en ik zie jullie graag weer in de volgende video. Ciao!